Ik wandel hier bij Ommen, Eerde. En hier hebben ooit voor de oorlog de sterrenkampen van de leraar, spiritueel leraar Krishnamurti, hebben hier plaatsgevonden. Dat betekent dat hier heel veel mensen hebben gewoond en naar zijn lezingen toekwamen. En al dat soort plekken zijn hier ook nog te bezoeken. Een mooie plek geweest, een mooi bos waarin mensen elkaar inspireerden. En vooral keken naar de bewustwording van wie ze waren. De zelfkennis werd hier opgedaan. En dat deden ze onder meer door te kijken met een afstandje, kijken naar hun gedrag, gedachten en gevoel. De zelfobservatie praktiseerden ze. En Krishnamurti heeft daarin heel veel betekend voor heel veel mensen. Heeft daarmee voor heel veel mensen het spirituele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling beschikbaar gemaakt. Nadat hij hier vertrok in Ommen, is hij verder gegaan met zijn leren, met het ontwikkelen. Maar hier op deze plek kwamen de Duitsers en starten het kamp Erika. Dus er zijn natuurlijk hele nare dingen daar in dat kamp gebeurd, nadat Krishnamurti hier weg was. Dus ik zat zo te denken van, er zijn hier hele mooie, waardevolle tijden geweest en hele ingewikkelde, pijnlijke tijden. En je zou kunnen zeggen dat er tijden zijn vol met yin en tijden vol met yang. De positieve, mooie kanten van het leven, maar ook de pijnlijke kanten. En dat die elkaar afwisselen, dat die elkaar nodig hebben. Net zo goed als dat in jouw leven, in mijn leven, de yin en de yang kanten elkaar nodig hebben. Elkaar in evenwicht houden. En op het moment dat we die pijnlijke, frustrerende, moeilijke periode met ontspanning tegemoet gaan, vanuit een ontspannen geest, rust in ons lichaam, ondanks de pijn, ondanks de vermoeidheid, ondanks de frustratie, dan doet het allemaal wat minder pijn. En kunnen we ook die mooie kant, die liefdevolle kant, beter waarderen, dieper laten landen in ons lijf. Dus met dit idee, deze gedachte, deze inspiratie, wens ik jou nog een fijne dag, fijne avond toe. Heb een mooie, ontspannen dag.